Hashtag Mattie koop GTA. Dan is er tenminste iemand slechter dan ons. Gert. Oké, Matt, je moet de Osiris nemen. Ja? Ja, dat staat daar heel groot linksboven. Ja, ik zie hem, maar moet ik die hebben? Ja. Het is net als mijn voorhoofd, niet te missen. En dat is ook het begin van deze video. Mensen. Ik wil gelijk die duimpjes. Welkom. Dames en heren, dit is gewoon een mooi moment. Dit is gewoon mijn eerste bankzitters GTA video ooit. Ik ben een beetje zenuwachtig. Dit is tevens je eerste tweede kanaal video van het jaar. Ja, het jaar is net begonnen. Dat is correct en tevens juist. Dat is helemaal, dat is net begonnen, we zijn al anderhalf maand bezig. En dan heeft Geel toch weer een andere auto gekozen. Nu. En Ron Jan zegt dat hij niet. Dat hij wel had mogen maken. Welke auto heb ik dan? Hebben jullie de Osiris? Ja? Ja, dat moest. Wat heb ik dan? Ja, weet ik veel. Heb ik een T20? Huh? What the fuck? Hé, hey, lul. Hé, hey, jullie hebben allebei checkpoint. Jij hebt die bijna. Oh, man! Oké, dan. En ik kom mijn best uit de strijd. Oh, kutzooi. Dank u. Hey, lekker goed. En wat rijden we lekker de eerste. Lantaarnpalen ook altijd. Is dat fucking prankwijzer de eerste? Is het vervoer? Ja, ja. Is dat lantaarnpaals of lantaarnpalen? Palen. Gast, paals! Paals? Ik had echt beter voor je verwacht, joh. Alles met aals op het. Ik ga die prankmeister pakken, joh. Ik zeg ook heel vaak waals, maar dat klopt dan ook weer. Oh, dit klopt wel. Waals klopt wel, want dat heeft met Wales te maken. Welke taal spreken ze in Wales? Waals. Dat is Waals, is toch van. Waals is toch van België? Van Wallonië. Ja, van Wallonië. Zo, deze auto-partijtje is. Moet je even naar boven kijken? Kutprankmeister, ik ga je pakken, jongen. Markie, ik ga je pakken. Er is duidelijk geen ketchup in deze race. Wel, die staat aan. Oké, er is duidelijk ketchup in deze race. Oh nee. Oh mijn god. Hoe doe ik dit? Ik vind het leuk. Kunnen ze weinig. Nee, kut. Prankie, heb je hem gehaald, Prank? Ja, tuurlijk. Ah, kut. Kaulo prankmeister. Oké, dit is best wel lachen zo de hele tijd zo op je. Oh, heb je ook ketchup nodig voor deze jump, of niet? Nee. En wat gaan we daarna toch dood? En wat gaan we toch al heel ver terwijl we niet onze controle hebben aangeraakt? Wat gebeurt hier? Ik ga op zijn kop. En wat haal ik? Volgens mij hoort het niet. Dan niet. Ik heb het gevoel dat dit niet hoort. Ja, maar toch wel? Op je kop. Ja, jawel. Je hoort op je kop. Koen, heb je hem in één keer gehaald? Nee, Osiris only. En ik heb natuurlijk de Osiris niet. Lekker voor. Oh mijn god. En moet je helemaal opnieuw? Oh. Ja. Ja, en het ding is, het is nog een best lastige race ook. Jongens, maar waar sta ik op? Kijk waar de fuck ik ben. Huh? Kijk wat ik ben. Is dit nou goed wat ik doe? Dat kunnen jullie niet zien. Nee, dat kan niet goed zijn, hè? Nee, moet ik even spannen of zo? Ik sta gewoon op zo'n platform en ik kan nergens heen. Grap, deze is echt kut. Misschien moet ik hier af. Dit is echt veel lastiger dan het lijkt. Oh mijn god, Matt, waar ben je? Ja, ik stond op dat platform, maar ik heb geen spannen. Ik ben ook op dat platform, maar ik ben helemaal waar niet de bedoeling is. Oh kut, ja. Nee, dan moet ik weer helemaal hier beginnen. Oh mijn god. Ik ben waar niet de bedoeling is waar je bent, maar toch kan ik het halen. Dit is een heel erg kut spel. Ik heb hem! Ik had niet moeten respawnen, ik had op een randje af moeten rijden. Gast, ik heb dus niet... Ja, het is heel kut, maar ik ga deze nooit halen, heb ik het gevoel. Ja, ik heb het gevoel dat je een DNF-je gaat halen. En ik heb het gevoel dat ik toch even ga joinen in die DNF-sfeer. Niemand heeft het nog gehaald. Klopt voor geen kut. Ik ben op het dak aan het rijden, dit is echt de bullshit race ooit. Ja, maar op je dak is best leuk. Maar wat ga ik weer fout? Ja. Pik, kut auto, pik. Oh, waarom? Mijn er staat echt Osiris only, dat was de enige tekst. Ja, ik druk erop Osiris, joh, koude Mark. Jij bent echt incapabel. Oh, Mark, jongen. Ik sta ook op het randje. Is dit het goede randje? Ik heb je niggie geneukt, hè, wist het al? En dat was toch Milo's ding? Nee, ik ook tegenwoordig. Een trio met Milo. Ga, waar moet ik heen? Lekker, joh. Ik heb geen idee waar ik heen moet. Dan krijg je toch nog een keertje actie in je leven. God, kut auto, jongen. Oh. Ik denk niet dat het aan de auto ligt, Koen. Ja, dit duidelijk wel aan de auto. Ja, maar waar moet ik heen? Ik kom elke keer op het dak. Meesterplan aan. Nee, Matt, je moet bij die ene... Nou ja, laat maar. Ik hoop dat je het niet haalt. Nee, ik ga het ook niet halen. En wie heeft een rode auto? Ikke. Waarom heb je niet je bankzitter kleur, trui, kleur? Oh, grijs, dat is waarschijnlijk niet. Nee! Ja, ik heb geen idee. Dit is echt een kutrace. Wie heeft deze verzonnen? Deze is nog kutter dan die van Koen, met dat hoekje. En wat hebben we hem gehaald? Nee! Heb je hem gehaald, Mark? Ik kan het dus niet halen. Ik kan het niet halen. Het is gewoon voor mij niet mogelijk om deze race te halen. Dan heeft Roel mij gewoon niet genaaid aan het begin te zeggen dat ik die Osiris moest pakken. Oké. Wat een liefie is het ook. Oh ja, hier ging ik... Hè? Heb je hem, Mark? Ja, maar dan kun je nog wel 10 keer dit proberen, maar het slaat nergens op, want ik heb hetzelfde kutpunt uit. Ik heb hem. Speelt Raoul vals, mensen? Ik denk het wel. Mark, als jij nou eens even lekker... Hé, ik heb hem nu wel. Nu pakt hij die muur gewoon. Dit is echt een kutspel, ouwe. Ik kan hem dus niet halen. Maar voor mij heb ik het al een keer gezegd. Nee, joh. Nou, oké, wie zit daar vast? Naar Dynasty. Ja.
Heb je hem gehaald daarna, Matt? Nee, ik ben volgens mij al naar beneden aan het vallen, maar ik weet niet zeker. Laten we het hopen. Oh, ik ben beneden. Kan je dan verder? Nee. Ja, maar kijk, ik... zeg maar, als je op je dak zit, dan slijt ik gewoon de hele tijd langs die buis. Dat is gewoon kut. Dat is gewoon kut. Moet je, beneden zijn? Dan hebben we hem toch gehaald. Of moet je in de lucht? Ja, Mark, ik ook. Maar waar wij nu zijn, daar heb ik toch al, denk ik, een poging of 3 voor nodig gehad. En nu heb ik die ook. Ja, oké. Hey, maar ik ben niet meer in de lucht. Is dat een probleem? Oh, Raoul. Ik vroeg me af, waarom had je de 3 pogingen voor nodig? Ik denk dat ik me snap. Ik ben bij de start van de race. Jongens, weet je wat lach is? Nou? Ik kan dus niet halen met mijn auto. Dat is inderdaad leuk. En dan moet ik zeggen, dat is toch best taai. En waar slaat het op als je een racebank niet meer met 1 auto kan halen? En zelfs dan kies ik die auto en dan word ik alsnog een naai. Ik zit vast in een muur. Wat de fuck is dit? Ik zit geplakt. Zit je toch nog eens ergens in? Ik heb deze race nog in 1 checkpoint gehaald zoals de bedoeling was. Ik vind het een vrij nare race, kan ik je vertellen. Ja, ik word hier ook heel naar. Dankjewel, Raoul. Ja, maar dan haal je hem alsnog niet, Marky. Nee, ik ga ook maar respawnen. Ja, dit wordt hem ook niet. We gaan straks weer gewoon de andere playlist proberen. Nee. We gaan deze gewoon doen. Dit is echt heel lastig, dit. Gap, deze is fucking lastig. Het wordt een beetje lastig en Raoul wil meteen weer stoppen. Wat is het nou voor mentaliteit, joh? Koen, ik heb gewoon de volgende checkpoint weer gehaald, hoor. Ja, ik ook. Je hebt hem nog helemaal niet gehaald. Nee, niet. Ik kom er niet eens in de buurt, terwijl ik hem goed pak. Heb jij die al gehaald, Marky? Nee. En ik ben echt zo'n lamme debiel, jongen. Oeh, ik viel bijna achterover op mijn stoel. Oké, ik ga nu gewoon rijden. Ik doe gewoon mijn ogen dicht. En hoop ik dat ik het haal. Oké, dit moet hem worden. Ik begin goed. Ja, ik doe ik heb het ook gevoel dat dit niet helemaal goed is. Ja, oh, ik haal hem toch best wel ruim niet. Oh, ja, nee, precies. Dit verdien ik niet. Ja, krijg eet! Oh, kutspel. Ah, dan gaat hij weer met de fucking... Nee, ik ga hem halen dit keer. Kutmuur geplakt. Er zit een lijm op die muur of zo, omdat hij anders geen grip heeft. Ga je hem halen, Marky? Nee. Ah, weer een tyfusrandje! Ja, ik ben al aan het begin. Ik kan dat namelijk niet halen zoals ik al meerdere malen heb. Osiris only. Ja, wat? Nu ga ik hem halen! Nee. Ja, nu heb ik hem. Ik heb het stuk! Ja, ik heb het stuk gehaald. Je woorden, zeg maar. Ik heb het stuk. Ja hoor, ik heb het stuk. Ik glij weer op het ruggie. En we hebben een checkpoint. Nee, Matt, tief op. Oh, kut. Nee, maar je loopt sowieso. Je loopt sowieso op jongens, aan het begin, weet je wel, dan ga je op je rug en dan ga je zo'n ding in en dan word je afgevuurd, zeg maar. Ja. En ik word er gewoon langs het afgevuurd waar ik heen moet. Ja? Ja, ik dit is echt zo kut. Mensen, nou, kunnen we even Koen uitlachen in de comments? Nou, Mark en ik kunnen die niet halen die er nu is. Huh? Nou, ik ga onder de checkpoint door, what the fuck? Dit is echt niet leuk. Kijk, ik ben wel goed in GTA, maar ja, verkeerde auto, dat nek je dan toch. Nee! Nee, ik heb zin om met controle. Hé, hey, wie is die rode? Kut, Matt. Jij kan echt heel weinig. Oh, jullie zitten met hetzelfde checkpoint. Gast, ja. Hebben jullie ook elke keer dat je, laat me zeggen, onder die weg door vliegt? Ja. Ja, dat is gewoon dat je te veel wrijving hebt op dit punt. Oké. Okay. Ja, ik probeer gewoon elke keer nu andere manieren, andere... Ik ontplof! Kutspel! Ja. Ik ontplof! Kutspel! Oh, mijn webcam. Je bent elke keer als je op dat oranje bent, hè? Als je op dat oranje dan schraap je tegen de muur. Dat moet je dus voorkomen. Ja? Wat moet je voorkomen? Ja, je moeder, Mark. Nee, daar wil ik graag voorkomen. Dat is weer iets anders. Oh, Maar, dit is inderdaad de start van de race. Dat is niet de bedoeling, hè? Of kan ik het zo halen? Nee, toch niet. Het zou erg jammer zijn als Matty de eerste race op zijn kanaal wint. Dat zou toch wel heel erg fijn zijn, Mark. En het zit er ook gewoon in. Het is een realistische kans. Nee. Oké, via de omweg kan het ook niet. Heb ik net uitgeprobeerd. Ik heb niet het gevoel dat het hoort wat ik nu doe, maar het toch werkt. Oké, wacht. Ik heb een tactiek, denk ik. Ja, heb je hem gehaald, man? Nee. Ja. Ik heb hem. Kan je links op? Nee, Mark, hou je bek. Je hebt hem niet gehaald. Ja, jawel. Ah, kut, Mark. Mark is zo shit. Prank. Oh, ik raak het ding aan. Kan je zeggen, Mark, prankie? Dan moet zijn prankmeisje status druk. Ik was heel dichtbij. Ik heb niet het gevoel, waarom flit mijn auto niet? Ik snap het niet. En ik vlieg gewoon weer langs die pestpleurisbuis. Het is zo goed dat Koen dit niet opneemt. Het zou heel ongemakkelijk beeldmateriaal worden. Hoezo? Nou, zie je de hele tijd zelf een checkpoint. Nou, geen checkpoint bedoel je. Je hebt nog geen checkpoint gehad. Je kan echt de eerste checkpoint al niet halen zonder die Osiris. Gast, ik heb wel 1 checkpoint gehaald voor mij. Maar gewoon de eerste jump checkpoint niet, nee.
En ik ga er gewoon weer langs. Ja, oh. Kan niet spelen. Wat was dat? Ik lach daar. Ik verneukte het wel een beetje. De eerste keer ging ik super goed. Hè. Ik had hem bijna. Daarna heb ik hem niet meer goed gedaan. Okay. Ik ben net tegen de rand aangekomen. Okay, nee, tyfus, jong. Tyfus. Hey, doei. Oké. Dit kan ook niet de bedoeling zijn. Toch gaat hij lekker. Wat gaat hij lekker? Ja, maar hoe gaan we dit doen? hoe gaan we deze nou halen? Wacht. Roel, kies wel een leuke race uit vandaag. Dank u, ik ben er bijna nu. Ja, grap. Nee, je moet dit met ketchup niet doen. Team, ja, jong, dit is echt niet te doen. Dit is niet te doen. Kom op, Matt. Dank u voor het... Oh, oeps. Nee, Matt, flikker op. Nee, hij verneukt hem compleet. Mark. En wat kan Matthias het lam toch weer weinig? Oh, dit is toch heerlijk. Hey, team, nou is een heel eind top. Ik ging iets te ver door, denk ik. Ja, ik heb de slipstream van Matt. Nee, en alsnog gewoon niet. Nou, weet je wat? Deze gaan we zo ook weer lekker stoppen, denk ik. Maar laat me zeggen, deze race is toch al bijna voorbij? Ja, maar we gaan hem toch niet halen? Ja, maar dat maakt er niet uit. Ik kan toch wel doen dat hij naar de volgende gaat? Nee. Nee? Dat kan dus niet, Matt. Ik snap het. Ik heb hem. Oh mijn god, je kan hem gewoon niet halen. Is het weer dat je ketchup moet hebben, of niet? Maar ik wil heel graag er even bij zijn, maar... Maar je kunt niet op de juiste manier ketchup pakken, want de afstand is te kort. Dat kan wel. Nee, want dat had ik net met jou. Ik heb het gevoel dat ik niet helemaal goed ga. Ga je wel hard? Matt, waarom blijf je... Dank u, Mark. Oh mijn god, ik ben niet op plot. Ga ik hem nou halen? Nee, beter van niet. Ja! Ik heb hem! Heb je yes hem? Yes! Ja, en echt net aan. Ik beuk gewoon tegen de zijkant. Ik hoor hem eigenlijk in Italië, maar maakt niet uit. Hij telt. Hey, zullen we even samenwerken, jongens, dat we ketchup hebben? Zullen we dat doen? Beter als iedereen spaan, doen we even dat. Ja. Oké, okay, Mark. Koen is nog steeds heel ver van ons af, toch? Ja, geeft niet. Daar ben ik! Mark! Dat was ik! Huh? Ja, Koen is in de buurt. Zullen we samenwerken? Ah! Kom, we gaan samenwerken. We moeten echt samenwerken. Laat mij in ieder geval een keer proberen zonder samenwerken. Samenwerken even homo's. Oké, okay, nou, Matt. Hand in hand, kameraden, toch? Oh. Huh, je ging door me heen. Ik ga wel achter je aan. Maar nu sta ik tweede, vierde. Oké, okay, nu ga ik op mijn buik. Dat is niet de bedoeling. Hé, hey, Mark, ouwe. Ja, sorry, hij vindt het leuk voor mij. Wat is het leuk, hè, Mark? Niet te geloven. Oh ja, ik heb hem! Nee! Ik heb hem! Nee, ik krijg de tering. Ja, hij is helemaal niet moeilijk, hoor. Echt niet. Ik heb hem. Oh mijn god. Ik heb niet het gevoel dat ik deze nog ga halen. Kunnen we deze race gewoon quitten, puur omdat Raoul wint? Gast, ik heb een first try, ouwe. Dat is sowieso onzin. Dat is hoe onzin. Kunnen jullie hier zo lang over gedaan hebben, ouwe? Echt serieus. Ja, hier heb je de Osiris niet voor nodig. En daar is de finish. Ja? Ja, dit is zo onverdiend. En wat is dit makkelijk. En daar is de finish. En wat zijn we dan makkelijk tweede geworden? En wat krijgen zij lekker een DNF? Hé, jongens, ja, kunnen jullie iets of niet? Ik heb first try, hem. Hè? Ik heb first hem ook. First try had ik hem. Mark, tief op, homo! Oh, Mark, je bent zo'n klootviel. Ik haat je zo erg, krijgen nu sowieso niet DNF. Nee, jullie krijgen... Ik krijg geen DNF. Lekker voor je. Gast, Mark, als jij nou even die bocht beter had genomen... Gast, ik kan hem juist precies goed op deze manier. Matt, je moet heel hard doorrijden om geen DNF te halen. Ik ga heel hard voor die geen DNF. Ik weet niet waar ik heen moet. Oh, hier, kut. Naar rechts. Oké, okay, kut. Heel erg. Oh mijn god. Je haalt het makkelijk. Nou. Ja. 6, 5, 4. Geen DNF. Geen DNF. Oeh. Wat jammer. Maar Mark had mij bijna genaaid met zijn DNF. Die stond er met zijn kutauto door bijna je poort. Bijna genaaid. Jullie zijn echt zo slecht. Ik had hem gewoon first try. Hey, ik snap, Koen. Je moest dus blijkbaar bij deze moet je echt alleen het gas inhouden, dan haal je hem. En ik zat elke keer te sturen. Ja, maar dat heb ik ook heel vaak gedaan, dat gas inhouden. Maar dat lukte echt voor geen Raoul had gewoon puur geluk. Koen ooit helemaal. Maar als je vierde gaat, heb je sowieso veel snelheid. Dan heb je ketchup. Ja, jongens, er is natuurlijk maar één GTA Master. Ja, en Milo is niet aanwezig. Ja, leuk raceje. Dislike. Ik heb geen DNF, dus ik ben blij. Dislike. Koen heeft gewoon geen Osiris. Road to 100 dislikes. 1 of 7. Als ze allemaal zo moeilijk zijn, zijn we vannacht nog bezig. Dit wordt gewoon een leuke opname, jongens. Daar wordt we hebben wel genoeg voor de hele week om te uploaden. Nou, dat doe je toch al niet. Ik pak gewoon een gele auto en ik vind het prima. En wat hebben we een lekker pakje aan. Mark, ben je toch lekker? Wat ben je een lekker ding, Mark? Gert? Zeg jullie dat ook wij hebben echt een litteken op de muil, jongen. Gert! Nou, hey. Weet je hoe mijn vrouw heet? Gerry! Maar de vraag is, wie heeft er geen T20? Iedereen toch? Ja. Boeie, Koen heeft fuck the system, dus... Nee, ik heb nu ook een T20.
Oké, okay, deze dat race gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Gaat duren. Doei. Heb je Marginite? Nee, nee, nee. Ah, jammer. Wat is er? Die NA, je gaat nooit echt goed samen. Wat hoor je? Wat? Hm? Wat hoor je? Oh, mij gepraat, niet de, niet de gebonk. Oh. Ik moet even, ik moet stil zijn. Godver. Matty kan zo weinig. Het is 9 uur 's avonds, je moet je bek houden. Jongens, ik moet echt het huis uit. Hashtag ik moet het huis uit. Ik ga gewoon voor spek en beans. Voor spek en weenie ga ik dit even gewoon uitrijden. Matty, wil je zachtjes doen? We willen slapen. Mark, wil je zachtjes doen? We liggen te neuken. Zou Mark zijn ouders dan neuken? Ze krijgen waarschijnlijk meer actie dan Matty. Is ook niet heel moeilijk, moet ik toegeven. Net Friday. Dan zitten we toch weer lekker. Oh, probleem! Probleem! Ik zit nog op de eerste bocht, hè. Abort mission, abort mission. Over abort gesproken, Matty, waarom heb je ouders er niet voor gekozen? Ik wou niet zeggen, maar jij bent een opgegroeide moederkoek, dus hou je bek gewoon. Oh, Mark, wat ben je toch een mongol. Oh, kutzooi, Koen. Wat? Er ligt... Er stak iets uit. Ja, sorry, ik moest hem eigenlijk in mijn broek houden. Oh, wat zou je toch wel lekker voorspelbaar ook, hè? Wat moet ik nou doen? Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. What the fuck? Ja, dit is toch een beetje jammer hoe dit nu gaat. Scoot! Matty, je ligt een halve minuut achter op mij. Ja, ik heb geen idee wat ik aan het doen ben, maar ik viel er ook aan. Alsjeblieft niet zo hard praten. Wat voel ik mezelf toch in 9. Ah, teringzooi. Ah, boef, man. Mopkoen, gebruik je neus. Oh mijn god. Oh mijn god, wat doe ik, man? Wat doe ik, man? Waar moet ik heen? Hoe ben ik achterop? Ja, ik lig echt veel. Oh, ik heb een goede jump gehad. Oh mijn god. Oh mijn god. Please. Wat? Heb je hem gehaald, Matt? Nee. Ik loop ook echt nog een half minuut voor Matty. Ik sta gewoon. Oh mijn god. Ik ben zo slecht in dit. Is dit nou een heel erg simpele race of zeg ik iets geks? Sorry. Markie zegt alleen maar gekke dingen, jij. Gekke Markie. Okay. Ik heb het gevoel dat ik niet heel goed, niet helemaal goed ga zoals het bedoeld is, maar we rijden nog. Ja, Matt, het is juist zo, dat gedeelte Koen, is zo simpel dat het fout moet Koen, gaan. Heb jij die al gehaald? Nee, ik was verkeerd gereden. Ja, ik reed er overheen en toen dacht ik op een gegeven moment, hoe kan het nou dat er zo lang geen checkpoint is? Maar nu heb ik hem. In één keer. Oh, ik ben zo slecht hierin. Maar dit was ook niet heel moeilijk. Nee, je moest alleen gas indrukken. Ja. ik denk dat het zelf Mark eens in één keer kan halen. Overschat me nou niet. Oké, ik heb iets gehaald en ik ben best wel trots erop. Ik heb het eerste checkpoint gehaald. Mensen, gaan niet haten, dit is een leerproces. Voor mij, ja. Ja. Waar is je checkpoint? Moet ik naar boven of moet ik eerst op de andere kant op rijden? En daar naar boven, is toch naar boven. Weer dat niet lullen, want ik heb hem al gevonden, totdat ik naar beneden viel. Minimap. Ja, je moet er naar boven rijden daar. Zijn jullie al dicht bij de finish? Of wat? Nee, nog een paar checkpoints. Oh nee, toch niet. Dat wordt weer een D. Dat wordt een D. En Matt, hoe ben jij hier pas? Ja, ik kan er toch niet veel van? Kijk hier, ik kom weer tegen dat kutvliegtuig aan, maar komt hij toch weer goed terecht. Dat heeft hij de smies hoor. Ik heb het gevoel dat ik een DNF'je heb, dat ik nog anderhalf minuut op moet ofzo. Ja. Oh, dan heb je een ik ga hem niet halen, dat wordt ook een DNF. Dit is niet eerlijk deze race. Nou, we gaan even keren. Gelukkig keek niemand bij mij mee. Zal ik even scoot? Scoot! Oh, dit is niet echt een episch zoals ik tegen daar. Ik heb toch niet heel een beetje een teleurstelling. DNF, DNP. Matty, wat zijn we toch aardig dat we hen zoveel gunnen? Dikke DNP. Ik heb niet het gevoel. Als je dit niet wil uploaden, dan snap ik het volledig. Mark, het is niet iedereen. Laat me zeggen, er zijn mensen die wel een realistisch beeld van hun game skills hebben. Zoals jij denkt dat je goede FIFA speelt. Maar dat is gewoon niet het geval. En dat proberen we dan ook niet. Het was een goede poging. Maar ik koop ook gewoon de beste beeldschermen met de minste lag in zijn dingen. Stel die gewoon, nou, niks kan. Dislike. Nu toch een liken. Zijn even een duimpje omhoog. Ik heb het gevoel dat het een spannende strijd is tussen ons, Mark. Je reed net al anderhalf minuut achter me en ik wat om de DNF. Waarom doen we niet gewoon één lap? Lap. Wat fucking kort is. Lap zeg. Ik ga voor de kameleon. Raptor. Dikke raptor, jongen. Dikke raptor. Ik ga nu echt Mark pakken. Ik ga Mark zo in zijn Ari boren. Oké. Okay. Leuk verhaal, man. Ik ben een vrouw, die kunnen helemaal niet rijden. Dat heb je sowieso een nadeel. We hebben allemaal een andere auto, hè? Op welk punt moet je gas dat je een voordeel hebt? Op go. Ik ging nu op 1 en ik had super... ik ging gelijk weg. Ik zei eerst... Nee, Koen. Oh, mijn god. Hé, daar staat de auto in de fik. Scher. Ik laat me echt niet uit het veld staan, hoor, sukkels. Hé, maar man, kan je even wat zachter doen? Oh, hey, oudoe. Oh, kut, Mark. Stop Mark nou eerst. Alsjeblieft. Oh, mijn god.
Hey, pak die vieze prankmeister, even. Ik word echt stom ziek van het, joh. Geen zorgen. Ik tik hem zo even van het Gap, ga nou niet misgunnen. Oh. Ik sliep erbij. Er moet gestreden worden tegen die prankmeister. Ik heb de eerste checkpoint nog niet gehad. En ik ben ik van de top. Eruit. Ik verlier hem er toch een partij. Jij ook. Oké, mooi. Jij ook? Ja. Ben ik niet de enige. Deze kan nog wel eens pittig worden, heb ik gehoord. Ik heb gehoord dat ik eerste sta. Dank u. We weten allemaal dat dat niet volledig is. Ik heb gevoel dat ik nog best wel prima ervoor sta. Kut, sorry. Ik probeer te cheaten. Ja, gaat helemaal en fout. 3 keer raden wie de eerste ronde al hebben gedaan. Dank u. Dit wordt het eerste overwinningje. Dit wordt het overwinningje. Oh, we hebben 3 laps. Kut, sorry. Ik dacht maar 2. Ja, dan ga ik het niet halen. Eigenlijk was het 5. Ja, dan had ik het sowieso niet gehaald. Oké, dit is eigenlijk heel makkelijk. Hoe heb ik dit niet gehaald de eerste keer? Ja, omdat je gewoon shit bent. Lang over. Ik vind het zenuwachtig. Ik vind het echt spannend dit. Ja. Waar staat Mark, is de vraag? Oh, die heeft het nog niet gehaald. Mark had nog niet gehaald. Dat is ook weer een shitzak, hè. Ik heb voor mij de slechtst mogelijke auto gekozen. Ja, bleek met de auto. Autootjes. Tuurlijk, geef dat maar weer de schuld. Oh, ik ga eraf. Oh mijn god, ik wil dood. Dit was mijn kans. Ik wil dood. Ja, dat is wel heel overdreven. Ja, sorry. Ja, het is wel overdreven. Sorry, kijkertjes thuis. Neem geen voorbeeld aan dit. Ja, nee, inderdaad. Geen voorbeeld. Oh godverdomme, nu ga ik hem nooit meer halen. Nu ga ik hem gewoon nooit meer halen. Ik ben zo shit, hè. Hey, Mats. Ja, dank u. Hey, dank u voor de boost, hè. Ja, kutzooi. Ah, nee! Kut. Mijn god. Ik ben zo slecht. Ik ga deze nooit meer halen. Dan ga ik in de markt strijden om de laatste plaats. Nou, ik denk dat je die van me krijgt. Hey, er is Roelie weer. Ik sta weer derde. Dank u. Yes, ik heb hem. Ja, ik lekker. Ook. We gaan wel lekker strijden. Nou, dank u, ik heb hem ook. Als ik naar jullie kijk, dan gaat het wel goed. Ja, doei Roel. Nee, ik heb hem doei, mezelf even mute zetten voor de rest van de aflevering in dit tempo. En Mats staat al mijn eerste. Als 2 honden vechten om een been, dan gaat de prankmeister er meestal niet mee heen. En wat moet ik van Mats winnen in de laatste ronde? Oh, dit wordt spannend, jong. Ik vind het zo spannend. En wat heeft Raoul het verneukt net? Ja. Raoul wil te veel, hè? Heel blij mee. Oh, Koentje. Nee. Oeh, doei. Ja, dat kun je wel doen, Koen. Jullie komen er al aan. Ik heb helemaal geen schade, hoor, Koen. Zit nog steeds achter, joh. Ik moet een first try halen. Ja, ik ook. Mark! Fucking prank, man. Kom op. Ja, ik heb hem! Nee! Oh mijn god, ja, ik heb de beste terug op. Nee. Oh mijn god, ik heb verneukt. Yes! Ja, en ik heb hem ook in 1 keer. En yes! Een derde. Toch oh mijn god. Nog een DNF. Allemaal door de prankmeister. Kijk, en ik neem die DNF graag in deze race, want ik kan deze gewoon niet. Ach, kut. Oh mijn god, jongen. Echt, ik ben zo'n raap. Ik ga waarschijnlijk DNF halen als ik nu ja, DNF, kom op. DNF en Matty. Ja. Doe het, Matt. Doe het. Prank. Mark, je mag echt gewoon dood, jongen. Oh, ik heb gewoon... Ik heb gewoon fucking... Doei, Mark, lul. Ik moet hem nu halen, please. Ja, Mark in de achtervolging. Ja. Nee, oh, ik ben klaar. Yes! Wat ligt hier toch, Matty's brandende wagen? Let's go! De vraag van Mark. Ik was zo, ik stond gewoon 2 keer bij de ronde switch eerst, hè. Ja, Matty is de nieuwe Milo. Zo'n Milo. Ja. Ik ben echt de nieuwe Milo, ja. Oh, wat zijn jullie toch triest. En die Mark gaat hier ervoor liggen, hè. Bij mijn laatste poging. Deze gast, ja, die mag Mark in zijn reet steken, die vinger. Die krijgt van mij een duimpje. Nou, deze krijgt weer een dislike. Dat, ik vond het toch heel leuk hoe Matty reageerde, vol emotie. En wat heeft Matty 8 punten. Nou, Matty, je bent gewoon niet heel goed. Ik heb dus deze ronde echt beast. Heb je een DNF gehaald net? Heb jij een kaal hoofd? Nee. Ja.